Gert en Wim, welkom in Stroe. Wat betekent het EK voor jullie? Wat het EK voor ons betekent is, het is een precieze kwestie om sowieso al te kwalificeren. Dat is ons dit jaar weer gelukt. We doen echt denk ik wel 15, 16, misschien wel 20 jaar op rij mee. En vandaag is het bijzonder is vandaag dat mijn vader 70 is geworden en dat hij nog steeds actief in de sport is. Dus het is een bijzonder voor ons. Dus we doen ons best. En Wim, volgens mij strijden jullie niet in één klasse mee, maar in meerdere. Nee, klopt. Gert zei het net al. We doen weer in alle klassen mee. Dat betekent dat we zowel in de Modified, Mini Unlimited en de Unlimited Heavy Modified gekwalificeerd zijn. Dus in alle drie de klasses. Ja, dat is best wel uniek. Dus daar gaan we natuurlijk, dat doen we eigenlijk elk jaar. We gaan elk jaar voor de titel. En dan gaan we nu na een beetje een teleurstelling van vorig jaar Europees kampioenschap in Engeland. Waar we geen titel hebben gepakt, willen we nu toch wel revanche op dat. En Wim, of Gert, sorry, wat kan jij eraan toevoegen? Ja, eigenlijk niks. Kijk, we doen elk jaar ons best. Vorig jaar is het ons niet gelukt. En we hebben nu weer wat dingen aangepast. We doen niet te gek, we doen normaal. En dat is een goede basis voor vandaag, denk ik. Het is jammer dat het gisteren natuurlijk niet doorging. Maar alles vandaag op één dag. We gaan er snelle wedstrijden van maken. Eén run, alles of niks. Heel veel succes, mannen. Dank jullie wel. Mannen, van harte gefeliciteerd. Volgens mij zijn jullie de grote winnaar van dit kampioenschap. Willem, vertel, hoe ging het? De eerste keer ging het toch wel super. Maar toen hebben we nog iets met het gewicht veranderd. En de tweede keer, ik had natuurlijk wel geluk dat ik voorin zat. Want de baan werd natuurlijk wel wat minder. Maar ja, je moet ook een keer geluk hebben. We hebben straks pech gehad van het jaar. En eigenlijk moeten we je dubbel feliciteren. Want volgens mij heb je ook nog een hele mooie leeftijd bereikt. Ja, dat is ook zo, want ik ben 70 vandaag, maar 5 jaar geleden werd ik 65 in Vuurdorp. Ik ook gewonnen, dus dat is wel apart. Ja, super. We nemen er een biertje op, denk ik. Ja, dat gaan we doen, ja. Dank jullie wel, man. Hè. Super. Petje af.